Misschien mag ik het zo zeggen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En daarom vindt D66 het geweldig nieuws dat de groep kinderen die eerder is afgewezen een herbeoordeling krijgt. Op het moment dat je ziet dat een partij draait en dus andere meerderheden gaan ontstaan, zijn wij in ieder geval niet een partij die dan meteen denkt van nou, we lopen weg. En u ziet, niet alles is in beton gegoten. Mijn vraag is, je kunt een nieuw kinderpardon misschien afschaffen, maar kun je schrijnende gevallen ook afschaffen? We gaan juist die discretionaire toets gaan we juist vervangen door een schrijnendheidstoets. En zelfs nog beter, eerder in het proces. Gaat het echt werken als de IND hier al vroeg in het proces op gaat toetsen? Sneller gaan. Het wil niet zeggen dat er nooit meer gewortelde kinderen zijn. We proberen juist te voorkomen dat mensen nog een beroep moeten doen en over die 5 jaar heen gaan. Honderden kinderen die voorheen gedreigd werden met uitzetting, krijgen nu waarschijnlijk een pardon. Is dat nou voor de VVD een bittere pil? Of kunt u hier gewoon ook zeggen, dat is hartstikke goed nieuws. Allemaal linkse organisaties die u nou een compliment geven. Denkt u niet van, zit ik wel bij de goede partij? Moet u niet daar, hier, bij de GroenLinks in die bankjes gaan zitten dadelijk? De heer Asmani. Zelfs daar willen ze u niet. De staatssecretaris blijft toch altijd eindverantwoordelijke voor de beslissingen die er door de IND worden genomen. Wie is eindverantwoordelijke van de IND? Alles wordt ondertekend namens. Maar in dit geval zal hoofd IND die beslissing maken en niet een politiek bestuurder.